Ik dacht helemaal niet tussen. Hallo iedereen, alles kids achter die rits. Mijn naam is Wilbo en wat is nou het leukste wat er is van de hele wereld? Zelfmoord plegen. In een videogame. Oké. Nogmaals, maak er wel grapjes van nu. Maar als je echt problemen hebt, ik serieus, buiten de grap om, praat er met iemand over, zoek hulp. Het enige wat ik in mijn video's probeer om te zorgen dat jullie zware dag weer een beetje beter wordt met wat gelach. Laten we niet zo serieus zijn en gewoon een beetje wat grapjes maken over dingen. Dit spel draait nou eenmaal om zelfmoord. En begrijp je dat nou? En hou je van grapjes maken die misschien soms een beetje te ver gaan? Laat dan een duimpje omhoog achter. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren om deel uit te maken van de coolste, vetste YouTube-familie van heel Nederland. Laten we dan beginnen met fucking lekker zelfmoord plegen in Suicide. Ja. Oh ja, join de Discord. Dat is gezellig. Vergeet niet deze video natuurlijk te delen met iedereen die je kent, want YouTube haat mijn kanaal. Daar zijn we weer dan. Oh, Suicide Guy. Wat heb ik jou ge... Radio! Ik haat... de radio. Die heb ik niet gemist. Laten we ons heen kijken. We moeten natuurlijk weer een manier vinden om... zelfmoord te plegen. Want we willen natuurlijk fucking graag dood, want we haten ons leven. Zo te zien hebben we hier een magneet. Zo te zien hebben we hier een doos. En zo te zien hebben we daar een doos. Ik denk dat de oplossing is dat ik de doos naar beneden haal. Kom hier, doos. De doos. Oké, de doos wil niet verder naar beneden. Dit is jammer. Ik weet wat ik verder met de doos moet doen. Dit is ook het enige waar ik heen kan, toch? Ik kan dit wel besturen, maar wat schiet ik daar nou mee op? Ja, deze is lastig. Hallo, deur! Tuurlijk werkt de deur niet. Oké, ik weet waar het tijd voor is. Denk! Ideetje! Ik moet mezelf... Ik ga gewoon hierop zitten. Ik ga gewoon hierop zitten. En dan ga ik mezelf omhoog liften. Waardoor ik de magneet omlaag laat gaan. Op het moment dat ik er ben. Zodat ik... dood ga. Ik weet zeker dat... Mijn plan was nog niet compleet. Dat was niet alles wat ik moest doen. Want ik moet natuurlijk eerst even een doosje ophalen hier. Zodat ik die kan opstapelen. Zodat ik op de doosje kan staan. Mezelf omhoog kan laten gaan. En dan dood kan. Kijk eens aan. Ik hoop dat hier ook een extra is. Of is er daar nu een extra? Ja hoor, ik wist. Kan ik daar ook eerst even heen gaan? Ik wil natuurlijk al die sappige extraatjes hebben. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat ik ermee kan. Maar extra's zijn extra. Hang on doos. Ik kom... Ik zit... Wat? Ik zit nog steeds hierin terwijl ik hier sta. What the fuck is going on? Oh, wow. Deze glitch. Ik zit niet meer in het ding. Ik zit er niet meer in. Ik kan nog steeds besturen alsof ik erin zit, maar ik zit er niet meer in. Sowieso even goed parkeren. Zo. Oké, en nu ben ik eruit. Cool. Wauw. Dat was petje af hoor. Dat was amazing. Mag ik er nu weer in? Ja, kijk eens aan. Hier is weer een standbeeldje van waar je op de wc zit te poepen, denk ik. Het is een denker, I know, maar... zo zit ik altijd op de wc. Got it. En nu zit ik een... nu zit ik er weer niet in. Maar dat maakt niet uit. Ik ga even kijken of dit hoog genoeg is vanaf hier. En laten we kijken of het genoeg is. Ja hoor, het is genoeg. En dan pak ik deze even beet. En dan ga ik onder de magneet staan. En dan is het nu tijd om... precies, zelfmoord plegen. Let's go. Zelfmoord, succes. Succes.
Oké, zo te zien hebben we hier weer een heel lastig leveltje. Maar Wilbert, hoe weet je dan dat hij lastig is als je het nooit hebt gedaan? Hou je mond! Dit is mijn video. Dit is mijn logica. Anyway, laten we maar... Radio! Kan ik op... Kom op. Daar zullen we nooit meer last van hebben. Laten we even kijken. Als het goed is, heb ik die magneet daar nodig. En moet ik iets doen met de rode knop? Want als we één ding weten, is het dat je altijd op de rode knopjes moet drukken. Laten we kijken wat het doet. Zo te zien wil ik hier tussen geplet worden. En hier is een groot rood kruis. Zou ik meerdere opties hebben om zelfmoord te plegen? Ik zet deze auto op de rode kruis en ga erin zitten als ik opgepakt word door een magneet. Zodat ik opgetild kan worden door de magneet en dan vervolgens in de persje kan vallen. Radio! Zo. We kunnen zo te zien dit als een ramp gebruiken. Dus het enige wat we moeten doen is de auto op de ramp te zetten. Want we kunnen zelf wel de ramp oplopen. En dan gaan we voordat de platter klaar is, gaan we gewoon erin rijden. Dit is perfect. Dit is perfect. Dit is de manier waarop je het moet doen. Als het goed is, is hij hier goed. Oké, we zetten het knopje aan. Vandaar dat hij zo langzaam gaat persen, want we willen in de persen natuurlijk. Kom op, auto! Laat me niet in de steek! Nee. Oh. Nee! Het telt niet! Ik was nog net te laat. Oké, je weet wat ze zeggen. Twee keer een scheepsrecht. Ik weet het. Yes! Zelfmoord. Succes. Maar Wilbert, het is drie keer een scheepsrecht. Dit is mijn video. Dit is mijn logica. Sowieso, dit filmpje hier, dit is mijn realiteit. Ik kan alles doen wat ik wil. IJsje. Dat bedoel ik. We zijn zo te zien weer in een gloednieuw leveltje beland. En dat betekent maar één ding. Radio. Nu is de vraag, waar kan ik de radio dumpen? Ja. Yep, hij is gone forever nu. Nice. Aha, hier zit nog kaas in. Oh, ik had het moeten weten, want kaas is baas, zeggen ze altijd. Oh, en hier is een spreukenboek. Oh, ik gooi allemaal de verkeerde dingen in. Ik had de fucking kaas nodig voor dat ding. En ik heb het nu hierin gegooid. Oké. Ik weet nu in ieder geval wat ik met de radio ga doen. Ik ga de radio natuurlijk gewoon naar buiten gooien. Doei. Nou, zo, nu is die weg. Oké, ik heb dus een aantal dingetjes nodig voor een doodreset. En dat is die... Zo, want ik wil dood natuurlijk. Dus zo te zien, ik had gewoon simpelweg in een boekje moeten kijken. Zo moeilijk is het niet. Oh, ik kan de kast verplaatsen. Halleluja, nu kan ik sowieso wel naar buiten. Kijk, er is een hele... Weg ermee. Is hier nog een radio die deze bosgeluiden veroorzaakt. Hallo konijn, levend konijn. Dat ik zo meteen gewoon in de pan ga gooien, waarom niet? Ja, chill, chill. Oké, levende haas, erin. Hoppakee. Wat hadden we nu nodig? Een muisje. Nu heb ik hier natuurlijk kaas. Wat ben ik nou stom en dacht ik dat ik kaas wilde. Kijk, een levend muisje. Gooien we er ook eventjes in. Geen zorgen dieren, jullie zullen niet de enige zijn die doodgaan. Ik ga zelf ook dood. Oké, ik moet nu nog botten hebben en een boek erin gooien. Ik zie daar een graf, dus dan moet ik natuurlijk gewoon iets simpels vinden zoals een schepje. Waar is die... Ik vind gewoon al die extra's hier. Ik vind alles in no time. Is hier ergens een schep? Of denk ik nu gewoon te onlogisch dat ik gewoon kan scheppen met mijn blote hand? Ik denk het wel, hè. Oké, laten we even kijken of ik het gewoon zo kan doen dan. Nee, zie? Ik dacht helemaal niet tussen... What the fuck? Wat? Ik ben buiten de map! Oké. Hoe... Oh, ik ga weer naar beneden. Ik val weer naar beneden. Daar is de map. Nee, daar is de map. Daar ging de map. Dit overkomt mij ook gewoon weer, hè. Godsamme. Ik deed niet eens wat. Nou ja, restart level dan maar weer. Ik ben weer terug en ik was deze radio dus weer aan het weggooien. En wat zag ik toen?
een schep! Laat ik alsjeblieft niet weer uit de map vallen. Ik ben eigenlijk geneigd om te proberen of het weer werkt. Nee, niet weer. Ik hoef niet weer de schep. Oké, ik heb nu een bordje. Ik deed iets hier. En toen schoot ik gewoon de lucht in. Ik weet het ook niet hoor. Maar het belangrijkste is, we hebben ons bordje en waarom de deur gebruiken als we het fucking raam kunnen gebruiken. Dit is het laatste ingrediënt dat we nodig hebben dat we moesten zoeken. Dus hebben we die, gooien we erin en dan moesten we het boek erin gooien. Boom! Maak mij dood! Nu moet ik er natuurlijk van drinken. Maak mij dood! Was dat het? Ja! Zelfmoord! Succes! Willen jullie meer Suicide Guy? En willen jullie dat ik de game afmaak? Inclusief de DLC's? Dan laten jullie me dat maar gewoon weten in de reacties beneden. Vind jij dat ik werknemer van de maand ben? Laat dan ook een duimpje omhoog achter. En jongens, onthoud, dit is allemaal een grap. We plegen je zelfmoord in een spel, in een droom. Vergeet deze video natuurlijk niet te delen met al je vrienden en vriendinnen, juffen, meesters, leraren, opa, oma, overgrootoma, overgrootoma, kleinkinderen. Als je die hebt, dan... Dat raar zijn. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!